Vandaag maken ze nog één rondje samen door de Voorstraat. De oude en de nieuwe centrummanager van Vianen. Nou, het is wel een heel mooi authentiek pand. Dus. Ja. Na 4 jaar neemt Lydia het stokje over van Hans. Aan haar de taak om nieuwe winkeliers naar de stad te trekken. Met dit soort praatjes. Vianen is gewoon een ontzettend mooi authentiek centrum. Waar ondernemerschap nog hoog staat, zeg maar. Waar nog veel authentieke ondernemers zitten. Weinig winkelketens. En daarmee kun je onderscheiden met de grotere winkelcentra in de omgeving. Secretaris van de ondernemersvereniging, goedemorgen. Hans kent inmiddels iedereen en iedereen kent Hans. Zeker na zijn inzet voor de koopzondag. We hebben een behoorlijke campagne gevoerd samen met een aantal ondernemers in Vianen en ook een aantal ondernemers uit Leerdam. En dat heeft ertoe geleid dat veel inwoners van Vianen en de Vijf Heerlanden wisten dat ze moesten gaan stemmen voor die koopzondag. En dat is gebeurd. Want die koopzondag komt er. En er is meer veranderd. 4 jaar geleden stonden hier nog zo'n 30 panden leeg. Nu zijn dat er nog maar 6 of 7. Hans heeft echt ontzettend goed werk verricht, dus er is niet zo heel veel meer te vullen. Maar we hebben natuurlijk nog wel leegstand. Dus moet Lydia de komende tijd heel veel gaan praten. Ze is klaar om te beginnen en wil tot slot alle provinciegenoten oproepen lekker naar Vianen te komen. Kijk om je heen, we hebben een hele mooie binnenstad. Kom eens een keer hier winkelen.